Hey blogger gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 17 Mining and Construction Map. Vandaag neem ik op met mijn nieuwe camera, namelijk de Sony RX100 Mark III. Ik heb een donatiedoel, gemaakt voor de Camlink. Ik weet niet of het al voltooid is nadat deze video online is gekomen. Want waarom ik die namelijk wil hebben is namelijk... De camera's die hebben namelijk een limiet van ongeveer 22 minuten qua opnametijd. En dan stopt die en dan moet je weer een nieuwe opname doen. Nou, en met de Elgato Camlink dan voeg je een HDMI kabel voeg je in. Die zet je in de USB en de USB gaat je computer in. Waardoor je dus constant opnieuw kunt opnemen. Nou, maar dit is dus gewoon eventjes om puur eventjes te kijken hoe de camera is voor het opnemen. Want ik neem nu mee een camera apart op, dus als het goed is, is het betere kwaliteit. En het kan dus ook straks zijn dat het zometeen alles niet meer lekker loopt, omdat hij na 20 minuten stopt van, ik heb er geen zin meer in, kap er maar mee. Dus ik denk dat het bij deze aflevering eventjes een korte aflevering wordt. Dus wat we allemaal gaan doen, ik heb werkelijk waar geen flow idee. Ik heb geprobeerd om een ramp te maken, maar op de een of andere manier werkt dat gewoon niet. Want de hele game die wou niet meer opstarten. Dus dat is een beetje een dingetje. Wat we dus vandaag gaan doen, ja, we waren eigenlijk bezig met een river sand. Om dat op te halen. En hoeveel river sand hebben we? Nul. Want volgens mij heeft dit ding nog diesel nodig. Dus we gaan allereerst eventjes diesel ophalen. Met de MAN. Maar dat werkte volgens mij niet met dit ding. Dus hebben wij deze nodig. Kijken waar die tussen staat hoor. De korte universal pack. En dan zullen we zien dat ik die natuurlijk weer niet heb geactiveerd. Nee, ik denk het niet. Top! Dan moeten we eventjes de game opnieuw opstarten. Alright, we zijn weer terug. Dat betekent dus dat we nu eindelijk eventjes dit ding kunnen kopen. Want die hebben we nodig. Voor de diesel. Dus die gaan we eventjes kopen. En dan moeten we eigenlijk ook een andere trekker voor hebben. Laten wij daarvoor eventjes de... Hey, we hebben ook geen Nieuw-Holland meer. Zie je dat? Nou, maakt niet uit. Dan kopen we daar heel eventjes de dirts voor. Als ik goed is heb ik die ook geactiveerd. Jazeker. De dirts 9 serie gaan we daarvoor doen. Want dat ding dat rijdt gewoon hartstikke snel. En het is vandaag gewoon eventjes... Puur eventjes kijken... Hoe dit eigenlijk een beetje is. Dus niet echt een... hoe zeg je dat? Een dingetje wat we vandaag allemaal gaan doen en zo. Maar ik wil gewoon eventjes kijken of dit een beetje werkt. En of jullie dat vaker willen. Ik wil dat sowieso vaker proberen hoor. Maar omdat ik omdat er maar een limiet op zit van 25 of 22 minuten of zoiets. Moet ik gewoon snel zijn met opnemen en niet zoveel knippen eigenlijk. Want anders moet ik in het midden van de opname moet ik namelijk in één keer... nog een keertje synchroniseren, omdat het camerabeeld namelijk niet helemaal goed loopt. Want ik gebruik dus nu niet mijn webcam, maar mijn nieuwe Sony Mark III. Dan weet je dat ook alvast. Sowieso, ik heb dat al vaker gebruikt in, volgens mij met de Zuidwest-Friesland map. Oh trouwens, dan kunnen wij toch zo uit de trekker halen. Of uit de dinges. Anders moeten we namelijk weer alles extra weer betalen. Maar ik had... Toen nam ik altijd 50 fps video's op. En toen nam ik ook altijd mijn webcam apart op. Alleen het probleem is dus, omdat er een videolimiet op zit. Moet ik elke keer na 22 minuten of zo moet ik opnieuw synchroniseren. En dat is best jammer. Maar als die Elgato Camlink er is, hoeft dat niet meer. Dat is ideaal. Dus het is vandaag eigenlijk gewoon een beetje kijken hoe het zit. En dan kan ik namelijk ook de fotocamera kan ik namelijk ook gebruiken om... ik ga trouwens helemaal de verkeerde kant op. We moeten naar de andere kant op. De fotocamera kan ik ook gebruiken als facecam met het streamen. Dus dat is helemaal ideaal. Maar goed, dan moet eerst de camlink natuurlijk er zijn. Anders wordt het... Dat is best duur hoor, €130 voor een USB-stickje. €130, maar juist van Elgato. En Elgato is sowieso altijd duur. Dus dat is ook een beetje jammer. Maar ja, zoals ik al zei, dit kan dus een behoorlijke korte aflevering worden. Ik denk het eigenlijk haast wel. En ik heb sowieso heel weinig tijd voor alles. Want ik heb het zo druk de laatste tijd. Ik ben met namelijk iets bezig voor achter de schermen. Met iets. Wat het is. Ja, nou goed, dan komen jullie zelf wel een keertje achter. En dan moet ik nog opnemen en...
Ja, op dit moment ligt mijn vader ook in het ziekenhuis. Zodra deze video online is, ik denk dat mijn vader er nog wel thuis is. En waarom mijn vader in het ziekenhuis ligt, die wordt geopereerd aan de knie. Dus daar moet ik ook gewoon op bezoek. En als ik ook nog moet streamen en opnemen en ik moet nog werken, ik heb het gewoon veel te druk. Ik vind het echt niet leuk meer. Eigenlijk. Maar goed, soms heb je gewoon van hele drukke weken en dat heb ik nu. Dus ja, deze week komen er in ieder geval, hè, deze video komt dan volgende week online. Dus als je deze video kijkt, vorige week waren er bijna geen livestreams, omdat ik daar gewoon geen tijd voor heb. Ik heb daar gewoon absoluut geen tijd voor. En dan moet alles natuurlijk ook nog weer helemaal vastlopen en... kom op nou. Het gaat echt niet lekker vandaag. Farming wou net alweer niet opstarten en echt verschrikkelijk. Nou, eens even kijken of we dit ding kunnen vullen vanaf hier. Lijkt me haast wel dat je daar gewoon over kunt pompen. Eigenlijk. Maar dit is dus in ieder geval eventjes een testvideo om te kijken hoe dat beeld is en zo. Het kan zijn dat ik een beetje blauwig ben, want ik heb nu mijn blue screen achter mij in plaats van mijn green screen. Maar als ik mijn green screen doe, dan ben ik helemaal paars. Op de een of andere manier, dat is heel vreemd. Laten we eventjes de MAN verplaatsen. Zo. Volgens mij kan het. Wedden dat het niet kan. Hier lossen. Ik moet eerst het werktuig bijvullen. Ja, maar waarom zou dat niet kunnen? Waarom zou je dit niet bij kunnen tanken? Echt gewoon overpompen. Dat zou toch gewoon moeten. Toch? Oké, dit werkt niet. Top. Nog een ding wat niet werkt. Ja, dan moeten we naar het benzinestation rijden. Volgens mij is het ook niet zo heel ver. Moeten we hier de weg over en dan links onderin. Kost dat wel allemaal geld? Nou ja, we hebben voldoende geld in ieder geval. Maar ja, dit is... Ja, het spijt me jongens, maar het is gewoon echt een beetje een rommelige video wordt dit. Het is een korte video, hè. En ik zei dat we ongeveer 10 afleveringen gingen doen van deze map. Dus hebben we nog niet echt alles kunnen bedenken. Maar ja, ik heb gewoon hartstikke druk. En dat wil ik niet. Maar het is nou eenmaal zo... Maar ja, goed. Maar met het werken en opnemen en streamen en... Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar ik ben nu 10 minuten aan het opnemen, dus ik kan nog ongeveer 10 minuten opnemen en dan gaat hij uit. Tenminste, dat was met de vorige... Met de vorige camera, want ik heb hier mijn oude camera. Met de vorige camera kon ik het ongeveer 22 minuten opnemen. 22,5 minuut volgens mij. Ze moeten maar even kijken hoe dat zit. Alright, hier zijn we bij de construction site. En als het goed is, zouden we dit nou wel kunnen pompen. Als het goed is. Oh, achteruit. Juist, dan wordt dit ding gevuld. Kijk. En als het goed is, zou dit ding dan zometeen ook moeten werken. Dat we river sand krijgen. Dus, eigenlijk moeten we nog eventjes een paar bakken met zand erin gooien. Want ik weet niet hoeveel erin zit, 155.000 of zo. Eigenlijk zou je dan een ramp, zou je daar dan gewoon in moeten gooien. Een iets hogere ramp, zodat wij met de vrachtwagen er achterin kunnen rijden, snap je? Maar ja, op de een of andere manier, de game wou net helemaal niet starten. Toen ik die ramp installeerde. Nou, toen heb ik die ramp gedeinstalleerd. En toen de game nog niet opstarten. Ik dacht, wat is dit dan nou weer voor gehoe? En ja, toen heb ik heel wat mods heb ik verwijderd die ik nooit meer gebruik. En dan, toen werkte die weer. Dus het zit niet meer vandaag. Het zit niet meer de hele week zelfs. De hele week zit het niet meer. Maar laat eventjes in de reacties weer de jongens of jullie het verschil zien van de camera. Het zou haast wel moeten, omdat het nou apart wordt opgenomen. Het is natuurlijk nu 1080p in plaats van 60 fps. Met 60 fps kun je dat hartstikke goed zien. Misschien dat ik dat met de miniserie wel ga doen. Dat die wel 60 fps wordt. Maar ja, als ik op mezelf woon,
dan worden alle video's, die worden gewoon, die worden gewoon 1080p 60. Omdat ik beter internet heb, dan heb ik gewoon glasvezel en dan kan ik gewoon snel uploaden. Zoals het hoort. En dat kan ook niet. Dat is een beetje jammer. Maar ja, ik mag niet klagen, want we hadden hiervoor hadden we bijna niks geen internet. Als ik met het andere internet met YouTube deed, was dat niet mogelijk. Echt niet. Kon ik ook niet streamen. Dat kon echt niet. Dat duurde zo ongelooflijk lang. Dus ik ben blij dat we een overstap hebben gemaakt. Is alsnog niet het beste internet. Totaal niet zelfs. Het beste internet wat er is. Maar ja, straks. Als ik een eigen huis heb wel. En ik hoop dat het een beetje in maart volgend jaar is. Hoop ik. Daar ga ik eigenlijk, ja, daar ga ik niet vanuit, maar ik hoop het. Maar laten we zeggen, daar gaan we voor. We gaan voor volgend jaar maart. Dat in ieder geval een eigen huis in ieder geval in zicht is. Laten we het zo zeggen. Niet dat ik er al eentje heb, maar dat het in zicht is. Want oh, ik kan niet wachten. Echt niet. Ik kan echt niet wachten. Oh, we gooien alles ernaast. Top! En toen zat de shovel ook nog vast. Tuurlijk. Zucht. Maar als het goed is, zou deze machine nu moeten werken. Volgens mij wel. Zo. Doe nog eventjes één bakje en dan gaan we even kijken of, of de machine bezig is. Ik denk het haast wel. Ja hoor, we hebben Rifter Sand. Maar die kan er wel eventjes doorgaan. We kunnen ook eventjes de tijd natuurlijk een beetje doorspoelen. Bzzzt, eventjes totdat het overdag is. Zo. Dan hebben we, als het goed is, 28.000 aan Rifter Sand. Dat is niet veel. En 5.000 aan tailings, dat is ook niet veel. Maar wij kunnen het niet anders doen, want we kunnen hier namelijk geen ramp-ups. Ja, ik weet niet of we hier een ramp-up kunnen zetten, maar we kunnen in ieder geval... Die ramp-up van hier kunnen we niet gebruiken. Ik kan het nog een keertje proberen, maar... De game wil daar niet op starten. Dus het is een fout van die mod. Dat is best jammer. En ja, we zijn nu de hele tijd constant in de weer aan het rijden, net als de vorige keer. Maar goed, de volgende aflevering zal ik, denk ik weer een normale facecam doen. Of deze gewoon. Dan moet ik gewoon meer synchroniseren. Omdat ik nu drie verschillende audio sporen heb. Namelijk de webcam, de microfoon en de game. En dan moet ik allemaal met elkaar synchroniseren. En het probleem is, dat bedenk ik me nu ook. Ik heb namelijk niet geknipperd met het scherm. Dus ik weet niet of... Alles zo netjes loopt zoals het hoort. Dat is niet helemaal handig. Want de camera zit nu op 1646. En OBS zit nu op 645. Dus er zit net 2 seconden verschil in. En de microfoon zit nu op 656. Dus de gameplay en mijn microfoon lopen bijna gelijk. Alleen mijn webcam niet. Ja, webcam is het, ja. Dus. Maar ja, dit is dus misschien een beetje een hele saaie aflevering. En dat kan ik ook wel begrijpen. Maar goed. Wees blij dat er in ieder geval een video online is, toch? Want we hebben gewoon Riverset nodig om die machine aan de gang te krijgen. En zodra die camlink er is, dan kan ik gewoon oneindig lang opnemen met de camera. Want het wordt direct opgeslagen op mijn harde schijf. Dus dan is dat ideale Mentos. Want nu wordt er gewoon opgeslagen op het SD-kaartje van de camera. Zo. Laten we nog één bakje doen. En dan kijken of wij eventueel wat Riverside kunnen transporteren voor de volgende aflevering. Ik denk het haast wel hoor. Zo. Maar zoals ik net ook al zei, er zit dat ding vol. Oh, het ding zit vol.
Oké. Maar zoals ik ook al eerder zei, onder de, volgens mij was dat Zuidwest-Friesland, heb ik ook altijd mijn camera apart opgenomen. En dat was prachtige kwaliteit. Alleen ik moest heel vaak synchroniseren en klappen en doen. En ja, dat kostte gewoon ontzettend veel tijd. En dat was best jammer. We hebben hier nu 28.000 liter aan river sand zitten. Maar we hebben hier ook nog wat river sand in zitten. Eigenlijk moet het eventjes ergens dumpen. Waarom? Omdat we dat later dan weer er gewoon in kunnen dumpen. En dan kunnen we de Scania volgooien met rivierzand. Dus laten wij dat zand hier gewoon dumpen. Zodat we het hier gewoon weg kunnen pakken. Dat het hier gewoon weg is. Dan hoop ik dat wij net die draai kunnen halen. Nope. Heb ik hier. En dan denk ik dat we de volgende aflevering, want we zijn alweer 20 minuten bezig. Want ik heb er één ding uitgeknipt. Maar dan ga ik hem heel eventjes door laten gaan. Oké, kijken tot hoe ver die gaat. Volgens mij 22 minuten. Maar dan gaan we de volgende aflevering gaan wij de Scania vullen met rivierzand. Dan ruimen we dit rivierzand ook eventjes op. Als dat ding eventjes een beetje aanmaakt. Maar we kunnen de tijd altijd natuurlijk eventjes doorspoelen. En dan kunnen wij dit zand gebruiken om naar de machine te transporteren. Hey, maar jongens, ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming Simulator 17 Mining and Construction Site. Laat eventjes in de reacties weten of je ook daadwerkelijk het verschil kunt zien met de webcam. Ik denk het eigenlijk haast wel. Maar ja, zoals ik al zei, er zit een tijdslimiet op van 22 minuten. Tenminste, dat denk ik. Zodra de camlink er is, dan is er gewoon een langere aflevering. En elke aflevering is daar gewoon helemaal de webcam. Dacht ik zo. Ja. Hey jongens, mocht je dit uiteraard een leuke video hebben gevonden, vergeet natuurlijk niet eventjes die like op te knallen mocht je dat niet hebben gedaan. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan ook zeker eventjes. Het helpt mij enorm mee. En dan zeg ik voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Kalm!